staan hier al, denk ik, op dit moment zeker toch al wel weer een half uur stil. Er zal wel ongeluk of dergelijke gebeurd zijn, dus voordat we bij het volgende adres zijn, dat zal nog wel even duren. Nou, een drie kwartier in de file gestaan. We zijn nu tweede klant van vandaag. Storing bij de trommel. En we gaan even een verwarmingselement erin maken. Kijk, dat is wat er mis is. Verstopping. Verstopping. Dat was er dus aan de hand. Vandaar dus dat de trommel continu in storing gaat. Ik zag net van die dikke groeten voorbij komen. Daar ligt het echt een heel dik stuk. Het stinkt ook echt, jongen. Maar dat is ook niet verwonderlijk, want als je naar de veet kijkt, die is ook niet helder. Het is wel mooi om te zien dat je nou weer waterbeweging ziet. Dus kijk die stukken wat hij nou wegblaast. Je hebt nou gewoon je stroming erin zitten. Nou heb ik daar, kijk, dat soort stukken komen eruit. Gewoon verstopping in de leiding. Ja, dat is er niet snel uit. Kijk, de storing wat hij had, was een storing van ik zou het even zo doen. De storing die hij had, gaf hier E5. Dat is een wisselende spanning. Hij zat nog hier in de besturingskast. Wat houdt er dan in? Dat de sensor, de onderste, zijn droogloopbeveiliging. Maak- en breekcontact. Dus wat goed doet hij op een gegeven moment. Wel stroom, geen stroom. Gaat die in E5-storing staan. En die storing, dat is normaal gesproken altijd een storing die we veelal zien als er te weinig water is. Of in ieder geval dat de trommel in de ondergrens zakt, dus in de droogloopmodus kan gaan staan. Nou, de trommel reageert nu gewoon weer normaal. Draait gewoon. Dat functioneert gewoon weer normaal. Nu zie je ook dat daar voldoende water weer op staat. Dat probleem is geholpen. Nou, dan gaan we de verwarming even inbouwen. Dat soort dikke stukken komen eruit. Het loopt gewoon weer. Dus nogmaals, storing code E5 wordt veroorzaakt door deze door de onderste sensor. Gewoon een beetje lichtje bij schijnen. De onderste sensor, dat is de droogloopbeveiliging, die zorgt er in feite voor dat op een gegeven moment als het waterniveau te laag is, dat het geheel uitgeschakeld wordt. Dan gaat hij dus gewoon pendelen aan, uit, aan, uit, aan, uit. Dan geeft hij op een gegeven moment code E5. Dus ik wist gisteravond eigenlijk al dat het een doorstroomstoring is. Dat is maar zover, dat is allemaal weer goed. Hier hebben we dan een niveaubeveiliging. Ik ga hem even laten zien. Niveaubeveiliging. Beide sensoren zitten in het water. Op het moment dat het waterniveau wegzakt, stopt die, gooit het stroom eraf van de hoofdpomp. Dat is een extra beveiliging die de klant er graag bij in wil, zodat hij als het systeem in storing gaat, niet te veel water kwijtraakt. Dus normaal kan een trommel bij een storing zeg maar gewoon toch wel 20 cm water wegpompen. Nou, als je dit erin maakt, wordt dat een heel stuk minder. Nou, die is bevestigd. Die zit aan deze zijde. Je ziet hij raakt het water. Op het moment dat dat niveau verder weg zakt, dan stopt hij er automatisch mee. Het kabeltje gaat er netjes achter. En die komt dan in het stroomgedeelte. Dus dat is een droogloopbeveiliging. We gaan nu een extra beveiliging, want die doet het natuurlijk ook een gedeelte. We gaan dus nu de verwarming erbij inzetten. Nou, het verwarmingselement die gaat via deze kabel in de bewegend bedmodule. Dus een RVS-staaf. Dit is de thermostaat kabeltje. Het kabeltje loopt hier achter op de wand van de trommel. Nou, die gaan we dan nou even instellen. Nou, ik heb hem dus nu ingesteld op 9,5 graad. Hij is nu 9,4. Nou, alles is weer klaar. De trommel zit, doet het weer. Even water spoelen. Gedaan. Er zit een verwarming zit erin.
Die is ingesteld op 9,5 graad. Er zit een graadafwijking in, zodat hij zeg maar bij 8,5 aanspringt. En daarboven gaat hij ook gewoon weer uit. Dus dat zit erin. Er zit een extra droogloopbeveiliging in. Dus op het moment dat er nog meer water uit de vijver gaat bij een storing, dat hij automatisch de hoofdpomp uitschakelt. Want dat doet de trommel ook. Alleen de trommel doet het pas na 20 centimeter water, wat je kwijt bent. Hij had een storing in de trommel. Dat was een storing veroorzaakt door verstopping, te weinig water aanvoer. Dus dat hebben we losgehaald voor hem. Dus dat doet het ook weer. Het loopt nog allemaal weer 100%. Dus ik ga door naar de volgende klant. En dan ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.